الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Het offeren is in drie categorieën onderverdeeld. القسم الأول. De eerste categorie. ذبح لله. Is het brengen van een offer voor Allah Azza wa Jal. الهدي. Het offer wat wordt geofferd bij de bedevaart door een pelgrim. الأضاحي تذبح في كل البلدان الإسلامية يوم العيد الأضحى. Het offer van het offerfeest. نعم. الصدقات. De aalmoezen die worden gegeven in de vorm van een offer. القسم الثاني من الذبح شرك أكبر. De tweede categorie behoort tot de grote polytheïsme. يذبح نسرعف السلامة للجن. Hij brengt bijvoorbeeld een offer voor de jins. لأصحاب القبور. Of voor de mensen die in een graf liggen. لماذا؟ لأنه يحب هؤلاء كمحبة الله. Waarom doet hij dit? Omdat hij van hen houdt, net als de liefde die hij heeft voor Allah Azza wa Jal. يعظم هؤلاء كتعظيم الله. Hij verhemelt hen, net zoals dat hij Allah verhemelt en prijst. شرك أكبر. Dit is een grote vorm van polytheïsme. الثالث من الذبح ذبح جائز. De tweede categorie is een toegestane vorm van het brengen van een offer. يذبح حتى يأكل. Hij brengt een offer, hij slacht bijvoorbeeld omdat hij vlees wil eten. يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم. Of omdat hij een slager is en hierin handelt en verkoopt. نعم. إذا الخطر كل الخطر من الذبح لغير الله محبة وتعظيم هذا هو الشرك الأكبر والله أعلم. Dus het gevaar, het grote gevaar zit in het offeren voor een andere dan Allah Azza wa Jal met de intentie deze te verhemelen. نعم.